Ik heb zeker wel gewacht, man. Nee, want jij staat aan de bovenkant van admin en moet helemaal naar de onderkant omdat je richting reactor gaat. Dan is het niet raar dat je in heel die tijdspan mij daar ziet staan van 8 seconden. Ik heb wat recht te zetten. In de vorige video van afgelopen woensdag heb ik in de outro dit gezegd. Ik schaam me diep en ik heb veel recht te zetten. Voor de upload van vrijdag om 4:15 heb ik veel recht te zetten. Dat beloof ik jullie. En ik zei dat ik de vorige potje heel slecht heb gespeeld. De vorige video heb ik als een noob gespeeld. En ik heb nu wat recht te zetten. En hoe we dat gaan doen, dat gaan we nu zien. Oh, dik. Kom op, Mo. Dat is niet barking. Zo, 2 kills. Waar zijn die bodies? Het is rechts gebeurd. Rechts gebeurd. Dat Mo heet inderdaadje. Doe normaal. Chatmo heterdaad. Oh, sowieso rechts, hè? Wow. Hey, hoe voelt het om nu alweer gepakt te zijn? Ennis, ik zweer het. Ik wil zo Richie niet. Gedraag je, jongen. Met wie stond ik boven op de download in weapons? Met wie, alsjeblieft? Ik. Dankjewel. En hoe heb ik dan een kill gemaakt? Was dat niet Ennis die op die download stond? Ennis was onder ons. Wij waren met z'n tweeën op de download en Ennis was onder ons. Lensio, waarom gooi je weer een glitch? Nee, wacht even. Ik ga para worden. Zeg allemaal silent. Ennis, je maakt grapjes toch? Ik kom daar aan. Hoe is met jou? Yo, Eldo, hey, wil je NS. Horen bro, waar is die Ennis? Bro, die kill is rechtsboven bij die ding in cafetaria. Ennis, wat is jouw eerste taak? In cafetaria? Is die body, zijn de bodies in cafetaria? En ik zag Eminet last bij af. Oké, maar waarom zegt deze Ennis dan dat ik het ben terwijl ik in weapons sta? Bro, doe eens of je het niet bent. Oh, ik ga Ennis vechten, ik zweer het. Ennis is te rood. Ik denk, Emmy heeft hem geslijst. Hij is gewoon weg. Nee, bro, ik heb niet geslijst, man. Wat? Ja, maar Eldo, hoe voelt het om de imposter te zijn? Ja, heerlijk. Hé, Ennis, stop. Speel serieus. Nee, ik weet niet, maar ik zag Eldo Mo en Lesio boven staan bij download volgens mij. Bij weapons, ja. Ja, man, download. Ja, oké, okay, maar wacht, we hebben nog 60 seconden. Bondat, ik en Lesio waren bij weapons. Waar zijn de bodies, Eldo? Ivan. Ja, dat is alleen eentje, man, rechtsboven, cafeteria. Ja, rechtsboven, en dat is weapons, dus... En ik zag Emmy nee. Rechtsboven, cafeteria, bij wiring. Ivan is mijn naam, ja. Ik heb jou gezien, bro, je hebt iemand gekeurd. Dat is leugen, want ik stond AFK met Richie bij de button, dus dat kan niet. Waarom staan jullie AFK, als ik vraag mag? Ja. Dat is even gewoon mijn tactiek, bro. Je doet gewoon... tactiek. Je hoeft niet te vragen. Maar Mo, waarom zegt hij dat? Nee, laat dit dat tegen NS. Omdat deze NS mij toch onterecht beschuldigt. Ik was dat volle, jongen. Yo, noem het in. Wacht even, waarom negeerde u dat Emin het laatst met Abby was? Ja, bro. Hij was het gewoon. Dus ik ben zo dom om een kill te maken terwijl er mensen in cafeteria staan en mensen in weapons staan. Ja, toch. Grapje. Ik heb wel eens een keer foto's gedaan, man. Cool. Ik niet, man. Cool, ik heb ook Emin, man. Nee, grapje. Ik wel. Ik heb geskipt, bro. Hoe zeggen 5 mensen hebben geskipt, maar ik zie 3. Ik was de eerste, bro. Bro, jij bent echt blind. Ik was de eerste, bro. Shit, we zijn Emin kwijt in de eerste seconde. We hebben nog maar 2 imposters. Ik heb nog wat recht te zetten. Emin, waarom ga jij dood? Waarom? Kom op, man, Emin. I needed you in the hardest times, bro. Kom op, man, bro. Hoe ga ik dit ooit rechtzetten in deze video? Het is zo zonde, man. Echt zonde. Ik hoor net 20, gelukkig. Jongen, hoe voelt het om imposter te zijn vandaag? Yo. Ja, yo. Hoe voelt het om imposter te zijn, man? Oh, ga je gelijk main character spelen? Ik ga je uitleggen. Deze main character heeft jou gepakt. Want je had paniek, weet je waarom? Vertel. Besef, ik ben zo aan het lopen door die gangen en ik hoor... Welke gangen? Bij Lekkerpop. Ik denk, hè? Wat is dat? Hoe ik dan? Ga zoeken. Eindstand, ik zie bij Reactor helemaal links, zie ik Ivan liggen, toch? Je zag net Electrical. Maar... Hè? Je zag net letterlijk Electrical. Hij zegt gangen. Gangen, Electrical. Toen ben ik naar links gelopen en ik was nog met 1 iemand als het goed is. Ja, met mij. Ja, Tommy. Heb je gezien hoe Noordin naar beneden kwam lopen van Reactor? Hij liep naar een vent toe. Hij dacht, shit, ik kan niet venten. En toen liep hij naar links toe. Ik heb niet gezien dat hij naar die vent liep. Maar hij liep wel van... Luister, wat gebeurde er? Ik loop. Deze Noordin komt van boven van Reactor naar beneden lopen. Naar die vent. Hij ziet ik en Tommy komen aanlopen. Hij denkt, shit, ik kan niet venten. Hij loopt naar links, waar je zeg maar die dingetje moet gelijkstellen. Ik loop naar boven en ik zie Ivan, klaar, gepakt, klaar. Hold up. Je hoeft niet meer te praten, het is over. Nee, laat hem uitleggen, Ennis. Bro, met die logica slaat echt nergens op. Want als ik imposter was, waar is die kill gekilled? Waar is die body? Reactor. Ey, maar dan zou ik toch gewoon vanuit daar venten. Als ik die kill had gemaakt. Maar Noordin, waar ben jij maar nu? Maar dat heb je niet gedaan.
Ik ben nu onder. Ik weet niet hoe het heet, linksonder. Lower Engine. Oh, Lower Engine, dat is Lower Engine. Ja, alleen ik zat gewoon te appen, daarom liep ik. Ja. Oké, okay, maar als ik imposter was, bro, je liep naar Fento, je zag ons, je liep naar links. Waarom? That makes no sense, bro. Als ik wilde venten, had ik in Reactor gefent. Ja, bro, dan als wat had je dat moeten doen? Je had gewoon paniek. Ik was van boven naar beneden aan het lopen en ik ben nooit Reactor ingegaan. Maar als de body daar is en Ernest liep samen met Tommy richting Reactor en jij bent de enigste persoon die daar is, dan ben jij toch? Ja, maar het kan ook, bro, zelf een port zijn. Ja. Maar ik heb... Hoe kan het zelf een port zijn als ik met Tommy ben? Ja, nee, want ik ben security aflopen. De imposter is gefanned vanuit Reactor naar iets anders. Ik weet niet, maar ik skip. Dus het is of NS of... Noorden. Nou, het kan ook iemand anders zijn, want iemand anders zou ook gewoon hebben kunnen... Ja, maar dan is het Tommy. Nee. Want ik ben security ingelopen. Ik ging Alice naar links. Yes, Noorden is er nog. Ik weet ook niet. Deze boy is niet parking. Noorden is er nog. Noorden is er nog. Ik ben gesnoven, bro. Ik ben blij. Noorden leeft nog. Oh, Noorden. Kom op, bro. Blijf in leven. I needed you, bro. I needed you. Ik ben blij dat het gelijk spel... Bro, we spelen slecht, man. Dat maakt me para, bro. Shit. Bob heeft me misschien door. Shit. Ze komen met meerdere man achter me aan. Ik ga deze fixen. Dit is één. Dat is niet Barkie, ik zag iemand venten van Matt binnen naar security. Lensio, waarom call je die? Die zag ik ook, maar ik wil vragen waar iedereen was. Dat is niet Barkie, want nu lig je gewoon, want Matt komt daar security. Vandaan. Maar Matt ben security. Yusuke... Nah, silent! Nee, Yuzu, nee! Krankzinnigheid gepakt! Yuzu! Lensio, jij bent eigenlijk dom, want ik was in security, deed ik draadjes, vervolgens moest ik die switch doen bij cams. Eindstand, ik zie bij Matt B een vent opengaan. Ik loop Matt B in. Eindstand, jij loopt langs mij. Ja, maar dus diegene is naar elektrogevent of naar security. Nee, maar ja, weet je wat ik zag op admin? Ik zag iemand van Matt B naar security. Toen zag ik twee mensen in security en toen zag ik cams aangaan. Ja, ik heb... Ik wist wie zitten nu op cams. Ik en Richie. Ik ben daar niet. Ja, ik en Richie zaten allebei in security. En ik zag Silent lopen. Ja, Tommy is het niet. En Richie? Lopen. Ja. Van waar? Pardon? Waar kom je vandaan? Van reacting. Allebei. Maar welke kant komt er iets? Bro, Silent, ook, ik liep nog langzaam, man. Ook reacting. We hebben reacting gedaan met z'n allen daar. Dat is reacting. Wie was allemaal reactor? Ik, hè? Ik en Bob sowieso, want wij hebben die gesaved. Aldo, jij was er ook? Ja, en Richie ook. Maar dus... Ja, maar Noorden, waar waren jullie? Oh, Noorden. Ik, Bob, je hebt mij echt donders goed gezien. Ik was in storage... Ja, ik heb hem zeker gezien. Ja, precies. Ja, op het einde. Oké. Okay. Okay. Hoe lang duurt het om draadjes te doen, bro? Nee, luister, ik stond bij draadjes. Vervolgens loop ik weg van draadjes en ga ik naar admin mijn swipecard doen. Vervolgens loop ik terug, ga ik naar Electrical in. Volgens weg van Electrical ging ik helemaal naar Shields. Toen ik Electrical uitliep, zag ik Eldo van helemaal links Lower Engine aankomen lopen. Ben ik helemaal naar rechts gelopen richting Communications. Had ik nog één zo'n task en in Shield mijn laatste task. En toen ging die button. Maar wacht, welke test deed je in Electrical? Die 1, 2, 3, rechtsbovenin. Oké, okay, Lensio, jij stond op tafel. Time is test. Wat? Ja, bro. Nee, wacht even, Bob. Wat is er zo erg aan dat ik zeg maar misschien 7, 8 seconden bij storage sta? Jij hebt niet langer bij mij, langer dan die secondes gestaan bij storage. Ik heb zeker wel gewacht, man. Nee, want jij staat aan de bovenkant van admin en moet helemaal naar de onderkant omdat je richting reactor gaat. Dan is het niet raar dat je in heel die tijdspan mij daar ziet staan van 8 seconden. Bro, ik weet niet, man. Mijn gevoel zeg is silent of zo. Yuzu, ik ben het niet. Yuzu, Lensio. Oh, ik heb heel goed gepraat. Ik heb heel goed gepraat. Niet zo, alsjeblieft. Gelukkig. Ik heb wel een gevoel van wie het is. Gelukkig. Ik heb heel goed gepraat. Let's go. We did it. We did it. We did it, broertje. Ik ga Bob killen. Nee, grapje. Ik ga Bob niet killen. Want er zijn twee mensen langs me gelopen. Als ik nu Bob kill, is dat gewoon dom. Oké, ik heb gevent. Ik ben heel snel weg. Shit, ik wou hem net killen. Shit, ik moet mensen killen. Maar how? Hoe ga ik dat doen? Hij is een Matt B vent, hij is een Matt B vent gegaan. Boys, ik heb een vraag. Wanneer was het? Nu net gewoon. Oh, yeah. Bob en ik zitten in navigation. Yo, Lensio, ik en Ennis zitten op elkaar gewoon. Dus dan bij jou over. Yo, Mo. Lower Engine. Noorden en Mo en Silent. Yo, Noorden, waar ben jij? Als je die body 1 seconde later had gevonden. Noorden is er nog steeds niet uit, boys. Ik heb hem aan het begin al gekald. Ik blijf over. Wacht even, Mo. Bro, Mo zegt Lower Engine. Ik ben Lower Engine en dat kan Silent denk ik wel confirmen. Silent. Ja, hij liep die kant op. Dankjewel. Lopend, zonder vent. Vanaf storage. Vanaf storage. Ik kwam net ook al correct op jullie, kom niet nog een keer. Maar boys, ik heb een vraag aan Noorden. Noorden, waar was jij? Bij rechtsboven. Oh, waar dan?
niet bij die meteor, maar ik was daar boven aan het downloaden. Dat kan niet, bro. Ik heb hem daar niet gezien. Ik ben daar. Ik met Tommy zijn daar ook. Dat is waar, raar. Bro, ik ben daar ook met Lensio, dus ik wil griefkals, man. Luister, boys. Chatmo was een navigation, hij is naar beneden gegaan. Snowden, je kan niet, bro. Ik ben het, maar bro, ik zeg je eerlijk. De imposter die met mij speelt, deze boy is niet Barkie had gefaked. Speel gewoon. Ik heb Yuzu, iedereen die dood is, heb ik. Ik heb alleen Appie niet gekilled. Voor de rest heb ik iedereen gekilled. Nee, Noordien, je weet dat we daar niet boven zijn, toch? My thanks for het snitch op jezelf, bro. Barkie had gepakt. Je bent niet Barkie had gepakt. Niemand is daar, bro. Niemand is daar. Ik zeg eerlijk, Nessio, GG, bro. Misschien. Maar Noordien, eerlijk, ik ga zo bij de game pakken. Ik ga niet eens boos doen, man. Noordien, nu je toch snitch op je mede-imposter. Hey, ik krijg 5 ga ik niet doen, maar step up your game, bro. Ik doe niet veel, bro. Kom op. Hey, Chatboy, je bent de volgende. Shit! Zet me door! Ik moet Bob en Silent killen. Bob en Silent. Maar ik vind het wel grappig. Lensio heeft, zeg maar, Noordin uit de tent gelokt op een hele grappige manier. Dat vond ik wel echt funny. Maar Noordin zegt wel van, made imposter. Dus ik van, step your game up. Je weet het toch? Dus ik moet mezelf gaan bewijzen. Shit! Iemand heeft die angel gegooid. Iemand heeft die angel. Oké. Okay. Silent. Faka, broeder. Deze kun je jou niet uit je woorden praten. Silent. Faka, mijn broeder. Hoe is het? Hij is dood, bro. Hoe is het met je self-report? Wat? Hoe is het met de self-report, mijn geliefde broeder? Silent? Ja, Lensio, sorry. Mijn excuses. Weet je wat het was? Vertel mij jouw kant van het verhaal en daarna kom ik heel correct. Net als de twee vorige rondes. Oké, Yo, Mo, ik heb net iemand laten snitchen op zichzelf. Ik heb hem buitenspel gezet. Precies. Hoe wil je nu zeggen probeer mij maar even buitenspel te zetten, Net als hoe je de twee vorige rondes eraan toe gingen. Zeg maar, ik sta links onderin, lower engine. Ik ben die ding aan het lijnen. Zeker. Kijk, je laat me niet uitpraten, kijk. Daarna, ik zie Mo aankomen lopen. Hij is een beetje zo aan het wiggelen, toch? Hij is een beetje shaky aan het bewegen daar. Daarna high call de reactor. Dus hij gaat naar die onderste, ik fix die bovenste. Daarna ik denk, als ik nu naar buiten ga lopen, gaat die boy me sowieso killen. Dus ik ben daar blijven timmen, een beetje achter. Ik zie hem naar buiten lopen, dus ik loop achter hem aan. Ik zie hem in security lopen, waar Silent op camp staat. Luister, mag ik even praten? Toen is hij gewoon in die vent gejumpt. En ik wil even alleen met jou praten, hè? Alleen even ik met heb jou. Hem jou zodat zien je, nee, luister, slijzen, bro. Luister, zodat het misschien een beter inzicht geeft. We staan samen in lower engine, links onderin, toch? Had ik jou daar kunnen killen, ja of nee? Heb ik het gedaan, ja of nee? Nee, toch? Ik was jou aan het controleren of je een task aan het doen was. Vervolgens heb ik jou daar niet gekild. Wacht even. Vervolgens heb ik jou daar linksonder niet gekild, omdat ik jou een task zie doen. We lopen samen door. Je richting... hebt mij niet gekild. Nee, thanks, ik heb jou niet gekild. Ik heb jou niet gekild, omdat ik het niet, kan. Vervolgens lopen we samen naar reactor. Vervolgens fix ik samen met jou, fix ik die reactor instant. Vervolgens loop ik naar security. Ik zie een body daar liggen. Yo, waar sta je nu dan, Mo? Rechts onder security. Hij is gehouden. Boys, stem chat bro. Ik ga direct komen op jou. Je was een tank aan het doen bij Lorenzo, maar je zei er juist al Ik zeg je heel eerlijk, deze mannen, broer, besef even hoeveel jij bent als eerste, als één imposter doodgaat, als eerste, als eerste. Bro, ik ben teammate van jou, broer. Ja, weet ik, maar je bent als eerste imposter, dus... Jij mag niet praten. Je moet niet over je... Luister, je moet niet over je teammates gaan praten als jij als eerste imposter eruit gaat. Maar waarom ben ik eruit gegaan? Waarom hebben jullie me uitgevoerd? Bro, ik zag jou laatst appie. Ik ben gewoon geoutplayed, ik zeg je eerlijk. Ja, dit was het dan. Ja, ik zeg je eerlijk, Lensie heeft me goed te pakken. Ik wist gewoon niet meer wat ik op het einde moest zeggen. Terwijl ik wel veel rondes correct kwam met mijn taal, zeg maar. Alleen jammer, het mocht niet baten. Ik hoop dat jullie wel hebben genoten. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe gaming video. Ciao.